Maandag 25 maart was er weer een bijeenkomst van Club Kaas. Het onderwerp was deze keer zoekmachine-marketing. Hoe kun je je website nog meer of beter onder de aandacht brengen? Niek en Willem van Blue Desk kwamen het allemaal uitleggen. Want wat betekent eigenlijk SEO of SEA? SEO is, dan zorg je ervoor dat je zo hoog mogelijk scoort op een bepaald zoekwoord in Google. En daarmee dus eigenlijk je bereik vergroot. Het is zeg maar de organische zoekresultaten, dus niet de betaalde advertenties die je bovenin Google ziet aan de rechterkant. Maar het is echt het organische zoekverkeer. En als jij alles op je website goed in orde hebt en daaromheen, dan scoor je dus hoger in Google. Het verhaal wat ik vandaag wilde brengen is om te laten zien aan mensen dat Google, dat je daar goed vindbaar in kan zijn. En dat je dat ook tegenwoordig moet zijn. Want mensen zijn op zoek naar allerlei producten en diensten. En als je daar niet goed vindbaar in bent, dan denk ik dat je er echt een slag mist. Dan mis je eigenlijk je hele doelgroep. Er zit een heel groot potentieel achter Google. En ik denk dat als je daar goed vindbaar bent, en dat je veel meer verkopen voor je webshop bijvoorbeeld uit kan halen. En als heb je bijvoorbeeld een website, dat je er veel meer aanvragen en leads uit kan halen. Ja, wij hanteren dus eigenlijk verschillende advertentieformaten. Dus zowel tekst als beeld in alle formaten die mogelijk zijn. Om in het begin te kijken van wat werkt. Je kan wel gelijk bijvoorbeeld twee formaten qua beeld doen, maar dan loop je dus heel veel advertentiemogelijkheden mis. Want bijvoorbeeld 80% van de websites ondersteunen dat formaat bijvoorbeeld juist net niet. Ja, ik vond het wel interessant. Vooral omdat ik nu bezig ben met de ontwikkeling van een nieuwe website. En wel hele handige tips meegekregen, zeg maar. Ja. De beste tip was eigenlijk dat ik mijn eigen website veel beter moet updaten, moet bijhouden. Ik heb dat altijd een beetje laten slingeren. En het is me nu pijnlijk duidelijk geworden dat dat niet langer kan. En ik ga er vanavond nog mee aan de slag. Ja, ze kunnen de presentatie uiteraard terugvinden op Club Kaas. Al kijk je heel even bij event, het event zoekmachine marketing. Op Club Kaas zie je onderin een linkje naar SlideShare. En daar staan de handout van deze presentatie te vinden.